gaan trucjes proberen die maar 1% van alle mensen kunnen. Snel! Oh. Oh. Ik heb dat meisje dan niet. Oh. Oh. Mijn naam is Silly. Mijn naam is Ella. En vandaag hebben we opnieuw een superleuke challenge. Klopt. Maar eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor alle superleuke deelnames aan de giveaway tot nu toe. Er zijn al meer dan 10.000 reacties. Inderdaad. Ja, dat is echt heel gek. Veel. Dus dankjewel daarvoor. Ja. Jullie kunnen nog altijd deelnemen. Wij maken de winnaar bekend op 30 juni. Klopt. Ella, heb je al een Nintendo Switch? Ja. Heb je echt alleen? Ja. Ik heb die nog nooit gezien. Ik wel. Noah speelt daar vaak op. Wat is er zo grappig? Wat is er zo grappig? Maar vandaag hebben we dus een super leuke challenge. Oké. Okay. Want wij gaan trucjes proberen, dingen proberen die maar 1% van alle mensen kunnen. What? Echt waar. Oké, okay, dat is spannend. Ella, voor hoeveel likes gaan we? Deze video gaat super leuk zijn. Ja. Dus ik ga voor 60.000 likes. Oké. Okay. 60.000 likes. Dat moet lukken. Gaan we daar beginnen? Ja. Ik denk dat we er gewoon aan moeten beginnen. Yes. Let's go. Let's go. Shake maar even. Wauw. Oké. Ella heeft een slagroom in haar hand. En je moet hier zo... net boven je pols slagroom spuiten. En dan moet je zo slaan en opvangen in je mond. Slechts 1% kan dat opvangen. Ja. Zonder te morsen. Zonder te morsen, ja. Want iedereen kan het opvangen, maar niemand kan het zonder morsen. In je mond, hè. Is de challenge in je mond. Oké, okay, wie gaat er beginnen? Bella. Ella? Wat? Nee, jij. Oké, ik dan. Ja, je hebt al goed geschud. Dus ik ga spuiten hier zo. Doe maar. Oh, wacht hoor. Oh, nee. Ja. Oké, okay, dan gaan we echt niet lukken, zo. Ja. En dan? Snel. Oh. Oh. Oh, ik had dat niet gezien. Oh, nee. Oh, nee. Papi. Slechts 1% kan het zonder te morsen. Na één poging is dit het resultaat. Slechts 1% kan aan het plafond. Slechts 1% kan aan het plafond. En dat ben jij. Moet ik het doen? Klopt. Oh nee. Oh, dit wordt erger en erger. Het sneeuwt. Oké. Oké. Okay. Okay. Ja, kom op. 3, 2, 1. Nee. Allee, nog één keer. Nog één keer. Kom. Dikke fail. Ja. Kom op, Ella. Maar het doet pijn. Je kan het. Maar, oh. Net niet erin gevallen. Oh my god. Eww. Ella heeft al bijna de volledige bus opgegeten. En ze blijft. Chicken wing, I'm back at Malone. Chicken macaroni, chilling with my homies. Oh. En van suiker word je dus hyperactief. Ja. Yeah. Maar ik ben de pro. Oké. Okay. Goed kijken. Doe je dat nu net op je band? Nee, naast het bandje. Net naast het bandje. Ah, een beetje op. Oké, okay. Klaar? Yes. Wacht. 3, 2, 1. Hoe kan je dan? Ja, hoe dan? Ik kan het niet. Maar 1% kan het ook. Zonder morsen. En ja. Wij horen daar dus niet bij. Nee, wat? Probeer het thuis en laat weten in de reacties of jij het kan in één poging zonder te morsen. Inderdaad. Oh, dat meen je niet. De volgende challenge. Wow. Heel simpel, maar ook heel moeilijk. Ah, daar is Ella. Je hebt dus een stoel. Jullie hebben het misschien ooit al wel eens gezien. Oké. Okay. Je hebt dus een muur. Dit is onze muur. Ja. Je zet je voet er tegen. Oké. Okay. Eén stap achteruit. Wow, dat zijn wel grote stappen. Nog één stap? Ja, maar 49, dat gaat snel inderdaad. En je gaat zo staan. Oké. Okay. Je neemt de stoel. Ja. Je bukt voorover, maar je hoofd er tegen. Zie dat je geen pijn doet. Wacht, hè. Au, au. Ja, dat was mijn hoofd. Au, au.
Dan pak je de stoel, trek je omhoog en probeer je recht te komen en... Dat lukt niet. Echt dat meisje dan in. Echt? Oh. Ja. Bij jongens gaat dat naar het schijn niet. Dat was een trend op TikTok, toch? Ik ga het proberen met een klein stoeltje. Een klein stoeltje voor een klein kindje. Ja? Ja, maar die voetjes. 2, 3. Oh. Oh, nog iets meer achterin. Ja. Je bent dat vals spin. Ja, ja, zo, ja, ja. Stoel neerzetten. Buk maar. Goed. Ja, omhoog. Ja? Au. Ja, oh. Ja, maar kijk, dat lukt wel. Ja, goed zo. Te zijn nu. Ja, trek de stoel omhoog. En nu recht komen. Kom op. Wacht. Oh, je kan het ook niet. Misschien kunnen enkel kinderen het. Volgende truc. We hebben hier een leeg blikje. En het is de bedoeling dat je 2 glazen hebt. En het blikje erin legt. En dan moet je blazen. Beter blazen dan mij. Waardoor het blikje hierin valt. En geloof me, slechts 1% van de mensen kan dit bij de eerste poging. Misschien mag je 3 keer opwarmen. Ja. Ah, dit is echt... Hard blazen, hard blazen. Je kan het. De wind helpt te weg. Oh. Ik denk niet dat het bij Ella gaat lukken. Nog 1 keer, kom op. Op. Oh. 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 Oké, maar nu heb je 3 keer opgewarmd. Dit is jouw poging om tot de elite blikkenblazers te horen. Hoe kan jij dat? Veel oefenen. Kom op. Ja! Wow! Woe! Yes! Dat kan jou. Céline is officieel de koningin van het blikkenblazen in de glazen. Wauw! Ella is koningin van heel de video door snoepjes eten. Inderdaad. Amy. Maar ik heb ze afgepakt. Druiven, dat is gezonder. Oké, 3 kansen om op te warmen? Ja. Oei. Maar hoor je ook zo? Woep. Nee. Ah ja. Wacht, ik ga aftellen. Ella, gaan we samen aftellen? Ja. 3, 2, 1. Ja, ik hoor niet tot de 1%, maar ik ga het nog 1 keer proberen. Oh, oh. Oh. Maar hoor je ook zo? Woep. Ja, wacht. Doe dat. Oh. Oké, okay, nu ben ik benieuwd. Kijk. Oh. Damn. Wow. Wacht, kijk, kijk. Maar dan, ja. Ja, ja, sorry. Bij hem is het niet gelukt. Nee. Kan jij dat, Ella? Ja. Thomas. Mijn vinger! Oh. Ja, dat was wel goed hoor, mijn Ella. Mijn vinger. Oh. Volgende truc. En dit is een truc dat meer dan 1% van de mensen kan. Met je tong aan je neus. Oh, raak je het? Je raakt het! Ja. Ella, kan jij dat? Ik kan het niet, maar ik heb nog een trucje dat meer of 1% van de mensen kan. En dat is een ster maken met je tong. Wat? Oh! Wow! Wow, wow, toon nog eens. Oh! Oké, okay, wacht. Tong aan de neus kunnen meerdere mensen wel denken. Ja, maar dit kan echt maar 1%. Wie kan dit? Laat het weten in de reacties. Oh, bijna toch? Doe nog eens. Je doet... Oh nee. Je moet ook zo doen. Oh, je kan ook zo doen. Maar dan nog komen we er niet. Eeuw, maar hoe dan?
Dat is echt raar. Dat iemand echt... kan dan 5 sterretjes. En hoeveel sterren heb jij dan? 3. Nee. Volgende challenge. Yes. Let's go. Wow, wow. Wow, wow. Oh. De winnaar van deze challenge, wie erin slaagt, krijgt 100 euro. Oh. Echt waar, en ik weet het, ik moest nog 100 euro aan Ella geven. Ja. Dus Ella, als je deze challenge wint, krijg je eindelijk je 100 euro, oké? Okay? Ik heb geen 100 euro nodig. Oh, dat is wel lief. Maar toch win je het. Nee, ik heb dat niet nodig. Oké. Okay. Okay. Maar ik heb het wel beloofd, dus sowieso geef ik het jou. Nee, je hoeft het niet. Dat geef Leg gewoon mama. De challenge uit. Oké, okay. Okay, dat is wel lief van jou, Ella. Goed opgevoed door mama Sandra. Oké. Okay. Je moet een half vol flesje op je hoofd zetten. Ja? Dan moet je helemaal gaan liggen. Oh, dit is al raar. Oh. Ik ga het even zo uitleggen. Je gaat liggen en dan moet je proberen om recht te staan met dat flesje op je hoofd. Wat? Hoe dan? Klaar? Ja. Go. Oké. Oh my god, ja, ik kan het! Ik ga het echt winnen! Dit is het moeilijkste. Nee, ik was zo dicht! Oh. Maar dat was het toch? Nee, je moet echt recht staan en het moet erop staan. Oké. Okay. Let's go, Ella, let's go. Oh my god, dit kan ik echt niet. Mijn hoofdje is zo klein. Kom op, Ella, kom op. Maar het gaat niet. Je kan het. Oh! Je mag zo beginnen, Ella, omdat je klein bent. Wacht, hè. Heb je ze? Ja, oké. Okay. Rustig nu. Focus op het flesje. Nee, ik kan het echt. Rustig. Jawel, je kan het. Geloof ik dan. Ik zei, nu gaat het goed. Goed bezig. Ja. Oh. Maar ook 1% kan het maar, hè. Ja. Kom op, Celine. Lager beginnen, lager beginnen. Oh. Zo? Ja. Oké. Okay. En go. Focus op het flesje. Ik geef je wel nog 1 kans, dat was echt close. Oké, dat nog was nog 1 keer, kom op. Ella, wat vond jij daarvan? Was dat gelukt of niet? Dat was echt gelukt. Oh, dank je. Hier zo? Ja, go. Oh. Maar hoe kan ik? Maar hoe kan je dat zo vlot? Renegade. Zeun heeft net iets te veel zelfvertrouwen, nu denk ik. Ik denk dat we kunnen besluiten dat Ella veel talenten heeft met haar tong, want ze kan een ster maken. Ja, kijk. Oh. Jij kan eigenlijk alles. Niet bijna alles. Ja. En ik kan aan het plafond. Ik kan aan het plafond. Wat kunnen jullie niet? Klopt. Nee, en wat kan ik nog? Je ging iets zeggen. Ja, zo met dat slagroom en zo. Ah ja, dat kan ik wel. Ja, dat kan ik wel. Maar bijna, zonder woord, dat kan ik het niet. Hoe? Ja, veel oefenen, denk ik. Veel oefenen, dat is het ding bij alles, veel oefenen. Klopt. Laat weten in de reacties hoeveel trucs jij kan. Ja. Maar van ja. de eerste keer, want als je veel oefent, kan je alles natuurlijk. Dat is waar. Maar laat het weten in de reacties. Ja. Wij hebben ons best gedaan. Vonden jullie het leuk vandaag? Ja! Ja, ja, ik vond het ook superleuk, want het was wel spannend. En bij hoeveel likes gaan we voor deel 2? 60.000 likes en er komt een deel 2 van gekke dingen proberen die maar 1% van alle mensen kunnen. Bedankt om te kijken en wij zien jullie in de volgende video. Peace! Wow.